laatste jaar heel erg smal geworden, omdat bepaalde namen trekken een groot publiek. En dat werkt goed. En daardoor is het ook voor ons alweer moeilijker om wat moeilijkere dingen tussendoor te draaien. Dus ik hoop dat dit een beetje een impuls is om dat mensen weer nieuwe dingen ontdekken. Want er zijn heel veel goede dingen in de hardcore, zoals Ophidia en Nautilus Agency, vind ik echt heel vet. Maar kan het bijna niet draaien, omdat op alle grote podia staan mensen bijna stil als je dat doet. En dat is onterecht. En dus ik hoop dat dit een beetje een aanzet is om dat een beetje de andere kant op te duwen. Ik denk dat het voor de avond ook goed is, dat je juist een hele diverse avond hebt. Want mocht je inderdaad een half uurtje of uur iets niet leuk vinden, dan komt daarna weer iets wat je wel leuk vindt. En, en je hoort later niet drie, vier keer op een avond. Dat zeker niet, ja. Dat hoor je bij de mainstream feesten. Ja. Toch al veel leest is dat er veel platen dubbel gedraaid worden. We gaan dus een optreden van een half uur doen en we willen dus de hele show begeleiden met video, wat helemaal in sync loopt met de muziek. En dus dat is voor ons totaal iets nieuws. En ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt, want in de hardcore is het volgens mij nog niet gedaan. Als het wel zo is, hoor ik het wel, maar volgens mij niet. En dat geeft weer een extra lading aan ons optreden, dat vinden we heel erg leuk. En we hebben ook weer Lily gevraagd, Lily Julian komt mee, Warren uit Londen komt weer over, E-Life komt weer mee, dus het wordt een hele... Ja, best wel iets bijzonders, denk ik. Dit is voor mij wel echt een mooie kans om ook toch wel een andere soort muziek te draaien. Dus daar ben ik zeker wel van plan. Maar er komen zeer snel weer nieuwe tracks aan. Maar sowieso vind ik de line-up heel goed. Ik bedoel, de mensen die er staan, vind ik eigenlijk allemaal, draai ik allemaal muziek van. Dus dat is best wel grappig. Ik zou erheen gaan in ieder geval. Ja, er is een nieuwe artiest op Enzyme, die heet Pandorum. En die gaan we binnenkort op het label introduceren met een eigen track, met remix. En hij heeft echt al 6 vette dingen gemaakt. En die gaat dus op Core ook voor het eerst optreden. Dus zijn eerste grote podium. En die jongen die brengt echt iets fris, echt vette muziek. Dus dat moet je eigenlijk zeker checken als je naar Core komt. Want het is eigenlijk voor het eerst dat ik hem echt aan het werk kan zien. Dat is wel leuk, een jonge jongen, 21. Dus ga dat zien. Ja. We zien jullie allemaal op Core 3.0 in de Heineken Music Hall. Zo hè. Zie je daar. Dit is Core 2.0, dit is Core 3.0. Ik denk het. 1, 2, 3. We zien jullie allemaal op Core 3.0 in de Heineken Hall. Later.